Vogels in de wei, insecten in de lucht. Je hoort en ziet ze eigenlijk nauwelijks. Vrijdag besloot de Europese Unie tot een verbod op het gif dat bijen en andere insecten massaal het leven kost. Volgens de Britse bioloog David Goulson, dit weekend in Trouw, stevenen we af op een ecologisch Armageddon. Wat betekent dit voor onze landbouw? Aan tafel Helma Lodders, Tweede Kamerlid voor de VVD. En Jantien de Boer, publicist en schrijver van het boek Landschapspijn. Ja, welkom allebei. Een ecologisch Armageddon. Mevrouw de Boer, is dat een realistisch beeld? Nou, wat je wel ziet is dat we steeds minder vogels in het landschap zien en dat we ook minder insecten zien. Wat je vroeger had als je in de auto reed, dan moest je zo nu en dan bij een tankstation moest je je ramen schoon wassen. Er stonden er van die emmers met sponsen erin en dat was wel nodig ook. En tegenwoordig kun je enorme afstanden afleggen zonder dat je ramen vies worden. Wat je ziet is dus ook vorig jaar werd dat bekend, een Duits onderzoek, hè, in Noord-Rijn-Westfalen. Daar is de insectenstand bijgehouden. En wat bleek, de afgelopen 25 jaar zijn insecten met 75% tot 80% afgenomen. Dus er zijn veel minder insecten en dat heeft grote gevolgen. Wat je ziet eigenlijk wel is dat ons ecosysteem aan het instorten is. Maar dat gaat geleidelijk. En ja, ik denk dat we nu op een punt staan dat we kunnen constateren dat we er iets aan moeten gaan doen. Op grotere schaal dan nu het geval is. Mevrouw Lodders, hoe kijkt u daarnaar? Nou, het besluit wat afgelopen week genomen is, dat vind ik een zorgelijk besluit. En daar heb ik twee redenen voor waarom het zorgelijk is. Welk besluit vindt u zorgelijk? Het feit dat de middelen waar afgelopen vrijdag het besluit over genomen, de neonicotinoïden, maar ik zal dat woord voorkomen, in de Europese Unie, dat is genomen op basis van een niet vastgesteld toetsingskader. Dus het is niet duidelijk waarop deze middelen beoordeeld zijn en of ze daadwerkelijk de reden zijn voor de argumenten die mevrouw de Boer aangeeft. En het tweede is dat onze innovatie, dus de wijze waarop onze Nederlandse boeren en tuinders deze middelen gebruiken, ook niet meer is toegestaan. Als ik u een voorbeeld mag noemen. Als we bietenzaad hebben, daar zit een heel klein laagje omheen. En in dat kleine laagje, een soort coating, daar zit een heel klein beetje van het middel om het plantje de eerste dagen, eerste week te beschermen tegen onheil van buiten. Dus tegen ziekte of tegen plagen. In plaats van bespuitingen die ook wel eens vroeger vol velds plaatsvonden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat juist die innovatie om het risico en ten voordele van de veiligheid, daar wordt nu een streep doorgezet. Dus een streep, dikke streep door de innovatie. En dat is echt heel zorgelijk. Maar u zegt ook, om even terug te gaan naar uw begin, u zegt ook dat onderzoek op basis waarvan deze insecticiden nu worden verboden, dat is niet valide, dat is niet goed. Dat kader, dat is het toetsingskader, de bee guidance, zoals ze dat noemen in Europa, die is niet vastgesteld. Dat is zo'n papieren werkelijkheid, denk ik ook. Want hoeveel meters onderzoeksrapportages heb je nog nodig om eigenlijk aan te tonen dat die middelen wel degelijk heel erg schadelijk zijn voor insecten? Dat is telkens waar je tegenaan loopt. En ik schrik ook wel een beetje als ik mevrouw Lodders hoor praten over innovatie. Dat zeg maar insecticide, dat innovatie is. Ik denk we zijn toe aan een heel ander soort innovatie. En dat is een ecologische innovatie. De grap is eigenlijk ook, ik zeg niet alleen dat het ecosysteem instort, dat zeggen veel meer mensen, heel veel wetenschappers ook, maar zelfs oud-minister Kees Veerman van CDA, die zei een paar weken geleden op een congres, het huidige systeem loopt tegen zijn grenzen aan en dit moeten we oplossen. We moeten zoeken naar andere manieren van landbouw. Over oplossingen gaan we zeker nog praten. Wat ik even wilde vragen. Kleine reactie, want de wetenschap is, ik baseer me heel graag op de wetenschap en daar is zo'n kader zo ontzettend belangrijk dat het vastgesteld is, zodat iedereen weet op basis waarvan getoetst wordt. En als wij als mensen niet helemaal fit zijn, dan pak je vitamine D-pil. Of als je hoofdpijn hebt, pak je een paracetamol. En heb je een ernstigere kwaal, dan ga je naar de huisarts. En dat geldt natuurlijk ook voor de maar gewassen. Maar dit is een beetje onzin, want er zijn ontzettend veel rapportages die zeggen dat neonicotinoïden ontzettend schadelijk zijn voor insecten en met name voor bijen. Wat je ziet is ook al in de wereld dat bijvoorbeeld in India pompoenen nu met de hand worden bestoven, omdat er geen insecten meer zijn die dat werk doen. In China gebeurt hetzelfde. We stevenen echt af op een ramp. Dat zegt Dave Coulson en dat is nu. Er zijn meerdere publicaties over, over dat dus een derde van de vogels verdwenen is. 80%, 75% van de insecten. Wat me verbaast is dat het uitsterven van diersoorten heel veel aandacht krijgt als het gaat over de witte neushoorn bijvoorbeeld. Hoe verklaart u het dat wij in Nederland, lopen we daarmee voorop, bij Nederland en Malta zijn het ergste in de Europese Unie. Hoe kan het dat dit pas zo laat zoveel aandacht krijgt?
Nou, je moet wel alle gegevens daarbij betrekken. En als we het hebben over de gutto, de kieviet, daar zullen we het zo meteen over hebben. Tegelijkertijd zie ik een toename bijvoorbeeld van, het aantal ooievaars. Aantal buizerds gaat heel erg goed in Nederland. En we vergeten wel eens om al die verschillende cijfers naast elkaar te zetten. En als een ooievaar zijn jongen wil laten opgroeien, ja, dan zie ik, en ik hoor dat ook in de gesprekken die ik voer met boeren, dan zijn de weidevogels daar wel de prooi van. Ja, dat is zo grappig dat je eigenlijk ziet dat het systeem alles uitroeit inmiddels. Maar dat roofdieren, die doen het nog redelijk goed in dat intensief bewerkte landbouwareaal in Nederland. En wat je nu dan hoort is, veel boeren zeggen ook, de roofdieren die moeten nu dood. Vroeger had je wel, er wordt heel vaak gezegd, predatoren moeten worden aangepakt, die moeten worden gedood, want daardoor kunnen onze vogels niet opgroeien. Wat je daarbij uit het oog verliest is dat wij mensen eigenlijk de grootste predatoren zijn. Wij zorgen ervoor dat het ecosysteem instort. Vroeger had je enorme weidevogelpopulaties die zeg maar een soort luchtafweergeschut vormden. Hè? Dus die met z'n allen omhoog kwamen uit het land als er zo'n buizerd aankwam en die op die manier hun nesten konden verdedigen. Dat ecosysteem is ingestort. Ja. De vogels hebben die kracht niet meer. En nu moet dus alles dood. Dat gevoel bekruipt mij vaak. Maar hoe kan het dat niemand dit wist? Ja, weet je, het gaat ook vaak heel sluipend. Ik weet nog dat ik vorig jaar op bezoek was bij Murk Nijdam, een van de beste weidevogelsboeren van Nederland. Hij zit in Wommels. En ik weet nog dat ik met hem aan het praten was. En dat hij zei, zullen we om 11 uur vanavond, zullen we nog even het land ingaan? Even luisteren. En ik dacht, ja, oké, we gaan het land in. We gaan even luisteren. En ik stond met hem in het land, Murk, bijna 2 meter lang. We zwegen. En werkelijk, het geluid dat ik uit zijn land hoorde opstijgen, ik dacht ineens, ja, zo was het vroeger. En het was eigenlijk nog mooier dan ik me herinnerde. Dus je krijgt een soort verschuiving. We vergeten hoe het 20 jaar geleden was, dat weten we niet. Maar is daar niet voor gewaarschuwd? Er is wel voor gewaarschuwd, maar de economie, meneer, net werd het ook aan tafel gezegd. Hier in dit land tellen economische belangen zwaarder dan mensen, werd net gezegd. Maar in dit land tellen economische vooruitgang telt ook altijd zwaarder dan al het kleinere en al het kwetsbare. Dat gevoel bekruipt men. En zo langzamerhand denk ik, met dat pamflet Landschapspijn, 2 jaar geleden schreef ik daar voor het eerst over, een stuk in de Leeuwarden Courant. Dat maakte ontzettend veel reactie los. Dat woord, dat is een woord dat mensen heel erg raakt. En dat een gevoel van urgentie eigenlijk wakker maakt bij mensen. En het lijkt wel alsof we nu ineens, er werd vaak gezegd, we hebben misschien een enorme achteruitgang van de soorten nodig om te beseffen dat het anders moet. Ik denk dat we nu op dat punt staan. Nou, ik denk dat u een heel somber beeld schetst om terug te kijken naar vroeger. En dat raakt eigenlijk ook uw boek Landschapspijn. U kijkt met weemoed terug naar vroeger. Maar het landschap verandert, Nederland verandert, de samenleving verandert. En het brengt ons ook heel erg veel moois. En daar zou ik graag de nadruk op willen leggen. Maar mag ik u even terugbrengen naar het begin van ons gesprek? Want u heeft het nu over weemoed en nostalgie. Ik begon met dat grote stuk in Trouw, waarbij een beroemde bioloog zegt, wij stevenen af op een ecologisch Armageddon. Zegt u dat is totaal uit de lucht gegrepen, overdreven, weemoedig, nostalgisch? Nou, het landschap verandert. Tuurlijk, dat onderschrijf ik ook, maar dat komt ergens vandaan. Vroeger ging een boer met paard en wagen zijn land op. Tegenwoordig zijn dat grotere tractoren. De eerste prototypes draaien van een elektrische trekker. Een trekker op waterstof. Dus dat verandert het landschap. Vroeger, de landbouwdieren zaten in kleine, bedompte stallen. Het maatschappelijk debat wordt hierover gevoerd. En wij accepteren, zoals wij hier aan tafel zitten, maar heel veel mensen met ons, wij accepteren niet meer dat landbouwdieren in een kleine, bedompte stal zitten. Dus daar komen ruime, grotere stallen. Ja, maar dat is een andere discussie. Hoe verklaart u dat 3/4 van de insecten verdwenen is? Dat heeft invloed op ons landschap. Mag ik daar straks ook antwoord op? Ja? Dat heeft invloed op ons landschap. Dat is ook de manier waarop we met ons landschap omgaan. En als het gaat om de teruggang van de insecten, als we het hebben over bijvoorbeeld de bij, er zijn zoveel wetenschappelijke onderzoeken ook, waarin er andere factoren ook aangedragen worden, maar die vergeten we gemakshalve. Neem de varroa-mijt. Dat is een hele belangrijke boosdoender van de bijensterfte. En daar kunnen we gelijk naar de landbouw wijzen, of we kunnen ook die oorzaken daarin meenemen. En dat zullen we moeten doen, naar alle facetten kijken.
Nou ja, ons landschap bestaat voor 75% uit landbouwgrond. En wat je ziet is de afgelopen jaren, in vergelijking met 16 jaar geleden hebben we evenveel koeien, maar ze geven 33% meer melk. Dus onze koeien zijn topsportkoeien. En ik zie mevrouw Lodders al stralen, zo van daar moeten we trots op zijn. Zeker. Maar die koeien zijn topsportkoeien omdat in onze landerijen nu eiwitrijk gras groeit. Dat is niet het kruidenrijke gras waar insecten en vogels veel voedsel uit kunnen halen. Nee, dat is eiwitrijk. Monocultuur rijgras. En dat verklaart dus die enorme teruggang ook van de soorten. 75% van ons land is eigenlijk industriegrond geworden. En dat is geschikt vooral dan grasland. Als je kijkt naar het grasland, is heel goed voor koeien. Maar veel andere soorten hebben er niet veel meer aan. En waarom hebben wij deze zeer grootschalige intensieve vorm van landbouw eigenlijk? Die komt wel ergens vandaan. Net hadden we het over de 4 mei-herdenking. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we een voedseltekort. Ja. Er is toen flink geïnvesteerd in de landbouw. De landbouw moest ook op een hoger niveau gebracht worden. En dat is gebeurd. We zijn inmiddels tweede voedselexporteur van de wereld. 80% van onze zuivel gaat naar buitenland. Dat zeker. En dat is iets om heel erg trots op te zijn. Want met een belangrijke landbouwsector in Nederland kunnen wij ook zorgen dat de landbouw om ons heen, dus dat is niet alleen in Europa, maar eigenlijk voor de rest van de wereld, op een hoger niveau gebracht wordt. U moet daar trots op zijn, 80% export. Ja, dat is zo'n langspeelplaat die we al decennia lang horen. Hè? En dat was ook trouwens waar je in het begin dan zo moedeloos van wordt. Toen ik begon om dat onderwerp aan te kaarten, dacht ik ook, oh nee, dan moet ik daar tegen ingaan. Want eigenlijk is de reflex altijd, we verdienen er zoveel aan, je snapt het niet helemaal goed, kom eens kijken op onze super intensieve bedrijven en je zult dankbaar worden. Ik word niet dankbaar. Ik vind dat heel veel kosten. U hebt het over geld. Dit model brengt veel geld op, zegt u. Maar dit model kost ook heel veel. En die kosten, dat zijn andere kosten. Hè? We hebben het over diversiteit. We hebben het over plezier beleven aan het landschap. Daar hebben we het trouwens nog helemaal niet over gehad. Landschapselementen die verdwijnen. Houtwallen die verdwijnen. Heggetjes die verdwijnen. Slootjes die worden dichtgegooid. Een paar weken geleden kreeg ik een mail van iemand die zei, help, de boer achter mijn huis wil 2 kilometer aan slootjes dichtgooien. Die wil die percelen aaneenschakelen tot megapercelen. Alles voor de economie. En straks hebben andere dieren in dit land niks meer te zoeken. En wat kan ik eraan doen? En ik heb daar geen antwoord op nu. Maar als we kijken naar de landbouw, en ik vind dat u dat echt onderbelicht laat. De landbouw heeft ons heel veel gebracht. En dat zouden we ook wat meer mogen waarderen. De economische omvang heeft ons welvaart gebracht. Bijna 10% van alle mensen werkt in het agro-foodcluster. Dat is nogal wat. Landbouw brengt ons ook de innovatie. Innovatie die nodig is. Hè. We hebben een aantal jaar geleden in Parijs het Parijsakkoord, klimaatakkoord ondersteund. Ik deel dat van harte. Ik vind dat ook belangrijk. Onze boeren en tuinders leven daar een ontzettend belangrijke... Maar dat is wel een misvatting. Een belangrijke bijdrage aan, als ik dat mag. Maar het is vaak zo'n misvatting dat ik eigenlijk tegen boeren ben. Hè. Ik ben helemaal niet tegen boeren. En heel veel boeren zijn het ook met mij eens. Er zijn bijvoorbeeld grote zorgen over de gezondheid van onze Nederlandse bodem. Uw model put eigenlijk de bodem uit. Ik heb een wormenonderzoeker gesproken, Jeroen Onrust. Hij is in december gepromoveerd. Hij zegt, de intensieve Nederlandse landbouw is de pest voor de bodem. De mestinjectie, die verplicht is, die zorgt ervoor dat wormen in de bodem, het goud eigenlijk van de boeren zijn die wormen, die gaan dood. Dus je hebt wormen in de bovenlaag, die sterven door de mestinjectie. En ook de pendelaars, wormen die gangen maken tot wel 3 meter diep, gaan ook dood door die verplichte mestinjectie. Nou, wat is het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan is dat de bodem doodgaat, dat er nog meer kunstgrepen nodig zijn om heel veel voer voor al die koeien te komen. Maar dat beeld, die fantastische landbouw en zoals u die schetst, ook volgens deze bioloog David Goulson, die zegt, zometeen kunnen we helemaal niets meer verbouwen op ons land. Dus dat is toch wat er nu aan de hand is. Dat bedreigt toch waar u zo trots op bent? Nee, boeren en tuinders zijn als geen ander afhankelijk van de bodem, van de insecten, van de bijen. Kijk naar de fruitteelt, de boomgaard, waar de bij zorgt voor de bestuiving. En het punt wat mevrouw de Boer net aangeeft als het gaat om de bodem en de verplichte mestinjectie, nou daar
kunnen we elkaar zeer vinden. Maar dat is wel een maatregel die de politiek heeft opgelegd aan de boeren. Ik denk dat heel veel boeren terug willen naar een andere wijze van voedingsstoffen toedienen aan de, nou ja, de bodem. Maar dat is een punt. Heel veel boeren op basis van emotie. Geen emotie, wetenschap. Ik had het net over wetenschap. Maar wat je ook merkt is als je met boeren spreekt. Ik was een paar weken geleden bij de veeteelt studieclub in Drongrijp uitgenodigd. En ze zeiden, vertel jij ons eens wat die landschapspijn van jou dan behelst. En ik moet zeggen, het was ongeveer 20 minuten, een half uur best ongezellig in die keuken met die 20 grote boeren. Maar aan het eind vonden we elkaar. Want die boeren zeiden ook, wij willen wel anders. Wij maken ons... Welke oplossing staan die boeren voor? Nou ja, zij zeggen eigenlijk, wij willen heel graag anders. Wij hebben ook zorgen over die bodem. Maar geef ons, zoals zij dat dan noemen, ik heb een hekel aan die term, een stip aan de horizon. Zeg ons waar we de komende 20, 25 jaar naartoe moeten. En er ligt daar beleid op in. Maar als je kijkt... Maar dus ze hebben behoefte aan politieke visie. Dus. Ja. Maar is dan een andere vraag, want anders missen we dadelijk deze belangrijke vraag. Is biologisch boeren de oplossing? Nou, met biologische boeren louter en alleen kunnen we de wereld niet voeden. Wat ik net al aangaf, als wij hoofdpijn hebben, pakken we een paracetamolletje. En dat geldt ook voor de landbouwgewassen. Af en toe moet je die beschermen tegen of een schimmel of tegen een bacterie, tegen invloeden van buiten. Dus die mogelijkheid moet er bestaan. En ik denk dat we geen keuze moeten maken of gangbaar of biologisch. Ik denk dat het goed is dat beide zijn. Want er zijn nou eenmaal mensen die graag biologische producten willen kopen. Dat is prima, maar de gangbare landbouw... En dat zien we ook in de afgelopen jaren. Die is heel erg opgeschoven naar de biologische landbouw. Want er is geen boer die heel graag een spuitmachine uit zijn schuur haalt. Want iedere keer dat die trekker met de spuitmachine naar het land moet, dat kost hem gewoon heel veel geld. Maar wat geld. Je ziet is dat dus het systeem... gaat daar zorgvuldig mee. Mevrouw de Boer. Het systeem steunt niet, zeg maar, ecologische vernieuwingen. Het systeem steunt schaalvergroting en steunt intensivering. En maar waar zit volgens u de oplossing? Want u bent jaren met het onderwerp bezig. Nou ja, wat interessant is dat de oplossing ligt voor een deel ook bij de politiek. En de politiek heeft het wel telkens over duurzaamheid, maar niet over biodiversiteit. Het woord landschap. Het landschap, maken mensen zich verschrikkelijk zorgen over het landschap. Dat woord komt 3 keer in het regeerakkoord voor. Weet u welke woorden dat zijn? Dat is politiek landschap, medialandschap en bankenlandschap. Het woord landschap... is maar niet eens een onderwerp. Nog even heel kort, wat moet volgens u dan wel gebeuren om dit ecologisch Armageddon af te wenden? Nou, we kijken nu naar een hervorming van het Europees landbouwbeleid. Ik denk, je zou moeten kijken in hoeverre je boeren kan steunen in zo'n transitie, zeg maar. En je zou ook moeten kijken... Transitie naar wel biologische? Naar een meer ecologische vorm van boeren. Waardoor je dus met respect voor de natuur en ook met hulp van de natuur boert. Want dat zijn we verleerd. Boeren nu met hulp van gif, met hulp van chemie en met hulp van technologie. Maar die technologie zetten we nog niet goed in. We zouden eigenlijk ecologisch moeten kijken. En dan krijgen we een exportmodel als ons dat lukt. Maar het is een enorme opgave. Maar als ons dat lukt, dan krijgen we werkelijk een exportmodel waar we de wereld mee kunnen veroveren. Een heel ander model. Nou kijk, laten we wel zijn. Hè? Landschap, dat is geen museum. Want als we terug willen naar vroeger, dan gaat de landbouw... Ik zeg echt dat we terug willen naar een vitale grond en een vitaal ecosysteem. Ja, maar dan gaat de landbouw ook terug naar vormen die we niet meer willen. Dus ik denk dat de boeren gebaat zijn bij ruimte voor innovaties. Hè, neem de Westlandse tuinen. Die is in staat om met 4 liter water 1 kilogram tomaten te produceren. En zijn collega in Spanje, daar hebben ze minimaal 40, sommigen zelfs 60 liter water nodig om diezelfde kilo te kunnen produceren. Nou ja, onze Nederlandse land- en tuinbouw, die hebben de oplossingen voor de vraagstukken. Als het gaat om de klimaatverandering, als het gaat om een aantal milieuvraagstukken. Onze Nederlandse land- en tuinbouw is erg duurzaam. En dat is meer dan alleen kijken naar het milieu en de ecologie. Dat is ook kijken, er zal iets verdiend moeten worden. We zullen met elkaar voedsel op tafel moeten hebben. Maar er zijn natuurdoeleinden. We moeten ook zorgen voor de natuur. En ik zou heel graag willen dat we toegaan naar model en dat ik over 10 jaar gruttelonderzoekers spreek en dat ze me dan niet vertellen dat zij de dood en de dood constateren. Dat is zo droevig. En ik zou ook willen dat het landschap, dat wij daar als burgers ook iets over te zeggen hebben. En dat het landschap niet alleen de Chinezen dient die ons melkpoeder kopen of de grote
grote bedrijven die eraan verdienen, maar dat het landschap ook, dat wij als burgers er iets over te zeggen hebben. Als dat niet zo is, dan is dat voor mij het failliet van onze samenleving. Dat is de grote opgave waar we nu voor staan. Maar u bent het met mij eens dat de welvaart, die ook de Nederlandse land- en tuinbouw raakt. Ik bedoel, dat brengt ons wel brood op de plank. En dat is ontzettend belangrijk. Ik ben er trots op. En ik zou willen dat er meer ruimte voor innovatie komt voor deze boeren en tuin. Dus ik met ben name ook voor innovatie, maar een ander soort. U bent allebei voor innovatie, maar u heeft hele andere beelden bij hoe die landbouw en tuin worden dan uit moet zien. We gaan het hier belaten. Dank u wel voor dit gesprek. Tot zover Buitenhof.